Dames en heren, koeken en teren. Welkom bij Mr. Simulation Games podcast nummer 3. De eerste twee zijn er voorbij. Dat was met Sam Riesemassou en Arjan van Tongerlo. En met wie neem ik deze dag genoegen? Wie zou mijn derde gast zijn? Nou, even tellen hoor. Hoeveel Simulation Games heeft hij wel niet aan meegedaan? Nou, ik kan het bijna niet op mijn handen natellen. Ik denk al dat jullie een gevoel hebben wie dit kan zijn. Mr. Anaheim, Sjoerd, Johannes, Barend, Westdijk! Hallo Jeroen! Hallo Sjoerd, alles goed? Ja, nou laten we zeggen dat het beter kan. Ach god, vertel. Nou, ten eerste de opleiding, waarschijnlijk ben ik gezakt, dat is waarschijnlijk eigenlijk wel zeker. Ketting eraf van mijn fiets, ouders zijn al boos op me, het kan allemaal wel slechter. God, wat een rot periode Sjoerd, maar gezakt, vertel. Ik heb het al op Facebook een beetje opgevat, maar vertel het eens aan de mensen. Nou, laten we zeggen gewoon, de docenten zijn enorm irritant. Geen zin om wat te doen. En zo denk ik heel de klas er eigenlijk ook over. En ja, eigenlijk is die docent gewoon, loopt overal op te zeuren. En ja, het gaat gewoon niet goed. Dat is het eigenlijk. Ongelooflijk. Dus eigenlijk hebben de docenten jou gewoon keihard genaaid. Precies. En dat is eigenlijk ook de waarheid. Dat is gewoon de waarheid. En dat verkloot wel jouw vakantie. Ja, ik heb aankomende vrijdag vakantie. Gelukkig maar. Inderdaad. Maar goed, genieten van die vakantie en alles lekker laten gaan. Je hebt je tijd voor jezelf natuurlijk. Ja, gelukkig. Zo. Lekker doen waar je zin in hebt. Ja, dat is wel nodig. En volg je het WK een beetje? Ik volg het WK zeker. Ik heb net weer lekker gekeken. Vond je van Nederland-Chili? Laten we zeggen, ik vond Chili toch echt wel wat beter in principe. Vooral de eerste helft. Dat was veel tegenhouden. Maar goed, ze kwamen er niet langs. En te danken aan onze prachtige verdediging. Ja, hey, allemaal Feyenoorders. Op blind daar. En Vlaar. Maar goed, nee, ik snap je punt. Maar het is natuurlijk knap. Het was echt een wedstrijd om niet aan te gluren. Het was echt ongelooflijk slecht. Ja, de tweede helft was ook wel tegen wel een stuk beter. Ook al was jullie wel een stuk agressief met de laatste aantal minuten. Ja, klopt. Maar goed, lekker volhouden zo en we komen lekker dichter bij die finale, toch? Oh ja, zeker. Ik kijk er de volgende wel en ik ga volgende week maandag wel lekker kijken. Inderdaad. Sjoerd, het gaat natuurlijk over de simulation game. Yep. En jij hebt heel veel simulation games meegemaakt. Dat is eigenlijk helemaal waar. Je bent John Cena geweest. Ja, heel veel. Macho Man Cena is denk ik wel je populairste Cena. Hoe kwam je eigenlijk op het idee om zo'n gimmick te maken? Het is natuurlijk, het lag wel voor de hand, Macho Man Cena, maar om het te uit te voeren is het toch wel lastig en die zong erbij. Nou ja, goed, de Super Cena werd ik een beetje zat. Dus ik dacht van ik ga het een beetje aanpassen. En ik dacht van ik was net in de jaren 80 sfeer. En ik zat aan de Village People te denken. Dus ik dacht van waarom geen Macho Man gimmick? Nou ja, muziek doet wonderen. Precies. Muziek. Inderdaad. Je bent ook wat lichtere superstars. Rodos Klee is niet een van de lichtere. Ja, klopt. Alleen nog wel zwaar overpowered. Inderdaad. En die andere superstar, Heath Slater, was dat ook? Ja, Heath Slater. Daar heb ik nog alle teken mee verslagen voor de World Title. hoe heb je dat beleefd? Hoe heb ik dat het gedaan? Nou, ik zat op een puntje van mijn stoel toen Ryan aan het simuleren was met infinite finishers. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Jezus, ja. Heb je dat ook tijdens het streamen? Dat je dan, jouw match is dan bezig en dan gaat je hart toch iets sneller kloppen? Ja, maar je moest me zien als jij had ingebellen voor mijn matches. Dan zit ik echt op een puntje van de stoel en dacht van knop, raak zinnetje, ga ervoor. Ja, inderdaad. En dan doet hij het niet. Ach, man. En dan verlies je weer vanwege iets achterlijks, zo'n 100% zo, en denk je, oh, fuck. Inderdaad. En dan kan je weer overnieuw beginnen. Ja, dan kan je weer lekker een week gaan wachten. Ja. In de vorige Simulation Games kwam je eruit met Shawn Michaels. Ja, klopt. Heel veel Shawn Michaels ben ik geweest. Ja, Simulation Game 12. Toen ik mede door jou in de Simulation Game kwam, daar wil ik je ook erg voor bedanken. Ja, geen probleem hoor. Dat was superleuk om die tijd in principe. Ja, want jij was natuurlijk Raw General Manager. En ik was een mooi berichtje op via een krabbel naar jou gestuurd dat ik mee wou doen als Goldust. Ja,
zo jammer dat hij ze niet meer is. Kun je alles teruglezen? Ja, echt waar. Hè? Ik zou het zo ook teruglezen in principe. Maar goed, ik kwam er erbij en toen ging ik als assistent van Ralph van jou en nou ja, zo is het gegaan. En toen was je Shawn Michaels, maar daar heb je best veel mee gewonnen. Yep, ik heb Elimination Chambers gewonnen, Money in the Bank gewonnen en zelfs nog een Royal Rumble. Royal Rumbles, daar ben je wel pro in, hè? Ja, zeg nog eens. Met Royal Rumbles ben je wel pro. Ja, nou ja, maar ik heb met Cena heb ik er een stuk of 3 gewonnen in de 13 en 14 heb ik ook eentje gewonnen, sterker nog. Ja, we werden er gek van. Natuurlijk, kun jij daar niks aan doen? Is natuurlijk Cena. Ja, dus Cena, die komt altijd in de laatste 25, dus ja, dan weet je wel. Inderdaad. In de SG12 kan ik denk niet heel veel meer herinneren, maar er was een periode dat er zelfs een SG12 volume 2 kwam. Klopt. En dat was met de beheerdersoprichting voor het eerst. En daar heb jij me mooi mee geholpen. Wat zei je? Toen kwam de bestuurderscomité met z'n allen, weet je nog? Toen hebben we de beheerders samengesteld. De hoofdbeheerders en de beheerders voor het eerst. Ja, en toen was jij er toen nog bij? Ja, toen was ik erbij, want ik was toen erbij dat ik het niet mocht hoofdbeheerder. En jij had het idee bedacht om toen medebeheerders in te schakelen. Ja, klopt. En toen, dat ging op zich wel goed? Ja, nou, dat ging best wel prima, alleen toen kwam er uiteindelijk een beetje ruzie tussen ons allemaal, maar dat was ondertussen lang weer goed natuurlijk. Ja, maar toen de tijd was het een beetje gedonder. Voelde je toen genaaid? Zeg het nog eens. Of je genaaid voelde toen? Of ik me gelijk voelde toen? Nee, genaaid. Oh, genaaid. Ja, de eerste aantal dagen toen ik van mijn hoofdbeheerderspot weg werd gehaald, was er even wennen voor mij natuurlijk, want ik nam het allemaal heel erg serieus. Ja. Maar gelukkig was de simulation game achter ons allemaal. Toen ben ik eigenlijk gewoon weer medeberen geworden. Dus ik had er op zich geen probleem meer van. Ja, klopt. Het was een beetje rot gegaan, mede door mij. Maar goed, excuses daarvoor. Nee joh, dat is een lang goed joh. Het is ja, maar goed, even duidelijk hè. Bing bong bow, y'all gonna hit me now. I can turn it around, make you love me, love me, love me. Ben jij een echte bing bong bow? Kom erachter op bingbongbow.com. Kom ook langs in het Amsterdams Museum voor de nieuwe expositie van Natalia Neri Neidhart. Met onder meer portretten van Daniel Bryan en Brie Bella. En John Cena en Nikki Bella. Kom snel! Deze week bij de Plus. Dikke balen chips. Plus. Liters energy drink. Plus. Grote pakken koeken. Plus. Kilo's ijs. Kom deze week langs bij de Plus. Maar er zijn natuurlijk ook leuke momenten. Tiny Chat bijvoorbeeld. Ik heb je ook aardig vaak shirtless gezien. Oh ja, Willem stel. Ja, en volgens mij ben jij ook de enige die in je onderbroek voor de cam heeft gestaan. Sjoerd, vertel. Oh, dat was een weddenschap met Arjan, dat klopt. Dat weet ik nog wel, ja. Dat was een hele tijd geleden, ja. En toen ging jij gewoon in je onderbroek staan, ja. Ja, waarom niet, hè? Dat was toen. God, toch. Ja, ik zag je nog staan in dat onderbroekje zo en nou, ik moest echt heel hard lachen. Ja, laten we zeggen dat ze wel weer een heel hard moest lachen. Heel tijdje in het ondergespannen. Inderdaad. Je hebt nu heel veel met Anime. Zeg nog eens, oh, anime. Anime, ja, anime. Ik ben daar niet echt. Ik ben daar niet echt in thuis, maar het is een hobby van jou, hè? Wat vind je er mooi aan dan? Wat ik er mooi van vind? Vanwege dat eigenlijk alles in het echte leven niet gebeurt, daar wel gebeurt. Ja, nou, het is waar, fantasie natuurlijk. Ja, precies. Nu komt natuurlijk de vraag, die kon je verwachten. Je hebt ook anime porno, hè, Sjoerd? En ik ga het niet veel buiten stellen, maar ja, ik heb het op een computer gehad voor een lange tijd. Maar nu al lang niet meer, maar ik heb het wel op een computer gehad, ja. Jezus, kom je er ook klaar mee dan?
Eerlijk, Sjoerd. Ja, weet je, ik wil eerlijk zijn, ik heb nooit echt rond klaar gekomen in ieder geval. Nee. Ja, dat kan ik begrijpen. Want ik voel achteraf dat ik niet zo geslaagd toen ik een beetje met mijn doordringen. God, oh god. Maar een flauwe vraag, flauwe vraag. Jij hebt je haar zwart geverfd. Ja, dat klopt. Komt dat door die anime? Komt dat door het anime? Nee, in principe niet. Ik wil vanaf kinds aan al zwart haar hebben. Ik vind het gewoon ja, heel erg vervelend. Ja. Ja, het is zwart gewoon veel beter. Ja, nou, dat kan kloppen. Als je dat graag wilt, dan moet je het gewoon doen, toch? Ik bedoel, het is jouw leven, jouw haar. Goed, precies. Scheid aan de anderen en lekker doen wat jij wilt. De hobby's, simulation game staat hoog denk ik bij jou. Simulation game, ik neem het eigenlijk best wel bloedserieus. Ik trust mij af. Oh, mijn broertje stond naast me, excuses. Maakt niet uit, kan gebeuren. Wijnand is gewoon heel irritant, dat weten we dus. Oh, hij zegt, hou je bek, Lenny, net neger. Ja, neem nog maar een frikandelletje, Wijnand. Daar kan er wel bij. Ja, als jij verliest, ben je dan soms ook boos? Want we zien jou niet vaak bij de cam en zo, maar kan je goed tegen je verlies? Nou, het hangt er puur vanaf in welke match. Want ik bedoel, als het bijvoorbeeld een hele belangrijke WWE title match bijvoorbeeld, dan vind ik het wel vervelend. Maar ik bedoel, voor die IK, daar geef ik op zich bijvoorbeeld niet zoveel om. Ja. Nu... Ik ben er wel boos over, maar ik bedoel, ik werk er wel op, maar ik bedoel, het is een blijvend spel, weet je, en daarmee moet je gewoon weer leven. Klopt, het is blijvend spel, maar goed, ik heb ook die wil, het is een spel, maar met spelletjes wil je winnen. Ja, dat heb ik ook, dat heb ik eigenlijk een beetje zoals jou, gewoon met real title matches, dan wil je title gewoon houden, fuck jullie man. Ja, inderdaad, ik ga niet verliezen, mooi niet. Nu... Ja, het is altijd wel zo goed met SmackDown GM hoor, dat komt, maak ik niet zorgen over. Nu... Ben jij eigenlijk gewoon simulation game expert? Jij hebt alle simulation games meegemaakt. Wat vond jij nou echt de leukste simulation game? De leukste simulation game? Daar zal ik eerlijk in zijn. Toen ik jou leerde kennen in de simulation game 12, vond ik eigenlijk de beste periode. Ja. Want zo toen begon alles wel echt op roertjes te draaien, zeg maar. Dat was echt goed. SG12 was het begin van de revolutie natuurlijk. Bij SG13 wordt het uitgevoerd. Inderdaad, en nu zie ik SG14, dat loopt een beetje lastig. Nu ga ik gewoon een vraag instellen, moet je eerlijk zijn. Denk jij dat Victor de juiste man is voor Simulation Game 14? Of Victor de juiste hoofdbeheerder is voor 14? Nou, weet je wat het is? Ik denk dat hij wat meer ondersteuning moet hebben. Hij doet op zich wel prima, maar ik vind wel dat er wat meer mensen aan lijn moeten komen, net zoals vroeger. Dat is mijn mening. Ja. Meer creativiteit misschien. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje het juiste woord wat ik zoek. Ja, zeker meer creativiteit. Maar goed, niks aan Victor te klagen hoor. Vicky, als je luistert, je doet het prima. Alleen, soms dan denken wij van, kan beter. Ja, precies. Ja, dat is heel goed gezegd, ja. Maar goed, dat kan met elke beheerder. Simulation Game 15, ga je zeker aan meedoen, denk ik? Nee, ik ook niet. Alleen nu is het natuurlijk de vraag die ik ook aan andere mensen stel. Welke superstar wil jij graag zijn? Ik wist dat die vraag zou komen. Ik had het al verwacht. Ik wist het. even kijken. Welke superstar ik heel graag zou willen hebben bij het begin? Ja, weet je, het is heel lastig. Want ik ben heel erg open met superstars. Dus even kijken. Als ik mijn bent, ga ik denk ik voor... Nou, dan knoop ik dat vast in mijn oren. Sjoerd, niet bij de brand van mij. Nee hoor. Sina en wie nog meer? Als tweede superstar wil ik eigenlijk weer iemand als Heath Slater, als hij erin zit. Heath Slater. Kleine kans, maar ja, het kan gebeuren, Heath Slater erin. Ja, Heath Slater erin. Of bijvoorbeeld
dat iemand van de Wine Family, als die onder de 86 is natuurlijk, en ook wel leuk voor een keertje. Ja, gewoon zoals we jou kennen, John Cena en een Low Carter. Ja, precies, precies. En als die vaak gaat, die was ook weer een 15 miljoen of niet? Nou ja, als het aan mij ligt wel. Nou, als die erin gaat, dan was ook waarschijnlijk weer een... ik wil graag een keertje Page zijn, dat is ook wel leuk. Nou, dat is gewoon een lekker wijf, klaar. Ik bedoel, als Paige in Anime komt, of anime, dan is Stuart, dan is hij gewoon, komt hij klaar in zijn onderbroek. Ja, precies, helemaal. Stuart, laatste vraag voordat ik deze podcast ga sluiten. Zijn we al wel op een kwartier bezig? Nou, vertel deze vraag. De podcast, je hebt met Sam geluisterd en Arjan, denk ik. Oké, okay, nou die moet je ook afkijken. Sowieso leuk. Wie wil jij nog graag zien bij de podcast? Wie wil jij als nummer 4 zien? Wie ik graag bij de podcast wil hebben, is niemand minder dan onze Kasper Jansen. Kasper Jansen? Yep, die zou ik heel graag willen zien. Nou, willen horen eigenlijk, hè? Ja, luisteren inderdaad, ja, dat denk ik. Kasper Jansen, nou, dat willen de meeste mensen wel. Misschien moet ik maar een poging wagen om meneer Jans aan de telefoon te krijgen. Ja, dat zou erg leuk zijn. Ik kijk er net wel naar uit, naar de luisteren. Nou, Stuart, dit was een. Ik vond het een leuke podcast. Snel gegaan. Ja hoor, ik vond het ook leuk. Wil jij nog iets kwijt aan de leden van de Simulation Game? Of ik, ja, vooral blijf met promo's maken, nieuws doorgaan en leuke laatste jaar van de Simulation Game 14 maken. En blijf bij 15 natuurlijk. Stuart, het was een waar genoeg om jou een telefoon te krijgen. Deze podcast gaat op YouTube komen met een prachtig plaatje van jouw Simulation Game carrière en nog wat leuke commercials. Stuart, ik wil je bedanken voor deze podcast en ik spreek je later. Geen probleem, baby. Stuart, hetzelfde. Doei. Doei.